We zitten hier bij Gwen. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, hoi. Mijn naam is Gwen en ik ben 20 jaar. En ik heb een boekje geschreven. Ja, ja, ik heb me even verdiept waar het boek precies over ging. Waarom dit thema? Nou ja, het gaat inderdaad over prestatiedruk en perfectionisme en al onzekerheid die daarbij komt kijken. En ik vond het eigenlijk wel een heel belangrijk thema, omdat ik eigenlijk wel weet dat er wel meer mensen daar last van hebben. En dat wilde ik graag bespreekbaar maken. Ja. En hoe ben je zo op het idee gekomen om, om een boek te schrijven? Nou, ik schreef eigenlijk al veel langer gedichtjes. En eerst deed ik dat vooral voor mezelf, omdat het mijzelf eigenlijk heel erg hielp. En toen ik die begon te delen met vrienden en familie, toen kwam ze eigenlijk achter dat mensen dat wel heel erg konden waarderen. Die ook zeiden van, hier ken ik me in, of wat weet je dat mooi onder woorden te brengen. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel wat mee. En toen ben ik uiteindelijk nog meer gedichtjes gaan schrijven. En dat is tot een boekje zo gekomen, ja. Nou, hartstikke leuk. En natuurlijk positief voor mensen die het nodig hebben. Ja. Heb je daar al veel reacties over gehad? Ja, ik heb heel veel leuke reacties gehad. Ja. In het begin natuurlijk vooral van bekenden, maar ook heel veel van onbekenden. Of van mensen die ik al heel lang niet meer gesproken had, die echt hele mooie reacties gaven. Niet alleen dat ze het leuk vonden, maar ook echt dat ze zeiden van, oh, dit helpt mij. Of dit heeft me geraakt. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ja. Kun je ons dieper meenemen in waar het boek precies over gaat? En ja, wat het precies voor boek is? Ja, nou, het is een gedichtenbundeltje. En er staan eigenlijk allerlei soorten gedichtjes in. Maar het hoofdthema, de rode draad, dat gaat echt over jongeren zoals ik. Die eigenlijk heel erg op zoek zijn naar, wie ben ik nou? Wat wil ik nou? En ook de dagelijkse problemen die daarbij horen. Ik had zelf heel erg last van prestatiedruk. En dat leverde bij mij heel veel onzekerheid op. En ondertussen wilde ik wel altijd het perfecte plaatje ophouden. Dus naar de buitenwereld liet ik heel erg zien dat alles goed ging. Terwijl ik me van binnen soms juist wel verdrietig voelde. Of dat er wat anders aan de hand was. En ik vond het heel belangrijk om ook juist die kant een keer op papier te zetten. En al die gedichtjes gaan er dus ook over de minder leuke dingen in het leven. Ja. Als mensen het boek willen kopen, waar kunnen ze dan het boek bestellen? Dat kan via de site van de uitgever. Dus dat is proboek.nl. Ja. Proboek.nl? Ja. Okay. Ja. Ja, de tekeningen op het boek. Hoe ben je daarop gekomen en wie heeft jou daarbij geholpen? Nou, mijn lieve zus, Puk, heeft mooie tekeningen gemaakt. En ik heb daarin zelf een beetje aangegeven wat ik leuk vond. Maar ik heb ook vooral haar zelf eigenlijk wat laten verzinnen. Ze heeft zelf een eigen bedrijfje, By Puk Design. Waarin ze dus tekeningen maakt en allerlei ontwerpen voor bedrijven. Maar dit keer ook voor mij en voor mijn boekje. Dus dat was wel heel erg leuk. We hebben echt een beetje samen gedaan. Ja. Hebben jouw ouders nog veel betekend hierin? Nou ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want mijn ouders die hebben in ieder geval op jonge leeftijd eigenlijk altijd mijn gedichtjes voorgelezen. Dat was dit boekje, die heb ik toevallig hier ook liggen. Jij bent de liefste. En dat is een kinderboekje waar allemaal gedichtjes in staan. En dat was echt mijn favoriete boekje. Dus dat hebben ze zo vaak voorgelezen dat ik ze zelfs nu nog uit mijn hoofd ken. En ik denk dat daar toch een beetje mijn passie voor dichten ontstaan is, ja. Zou je ons een stukje van de achterkant voor kunnen lezen? Ja, zeker. Het begint eigenlijk met een klein onderdeel van een gedichtje en daarna heeft de uitgever gewoon wat achtergrondinformatie over mij gegeven. Ik voelde me zwaar benauwd. Ik had hoogtevrees op de berg van prestaties die ik zelf heb gebouwd. En dan staat eronder, in plaats van haar eigen knecht, deelt Gwen haar persoonlijke gedichten en neemt ze je mee naar de zoektocht naar zelfvertrouwen. Op haar 20ste verjaardag kijkt ze terug naar een tijd van perfectionisme, prestatiedruk en onzekerheid. Haar gedichten weerspiegelen haar strijd en groei. Ze delen de eerlijke emoties van de 20-jarige die op zoek is naar haar plek in de wereld. Met deze bundel hoopt Gwen lezers te inspireren met haar openhartige woorden. Ja. Want merk je dat ook in je omgeving, dat mensen daar veel last van hebben van prestatiedruk of van onzekerheid?
Ja, eigenlijk wel. Ja, ik merk vooral dat we daar met z'n allen niet zozeer over praten. Maar dat als je erover begint, er eigenlijk toch wel heel veel mensen zijn die zich erin herkennen. Ja, ja, dus het is belangrijk om daarover te blijven praten. Ja, ja. En op welke doelgroep is het boek precies gericht? Nou, ik denk dat dit misschien wel iets van alle leeftijden is. Maar ik heb het eigenlijk met name geschreven voor jongeren, jongvolwassenen, net zoals ik. Gewoon als reminder dat het ook oké is als het niet altijd alleen maar goed gaat. En dat op zoek zijn naar jezelf ook wel een beetje bij de leeftijd past. Ja. Ja, als mensen nou meer willen weten over het boek en over waarom je dat boek hebt geschreven, waar kunnen ze dan terecht? Oh, dat is een goede vraag. Ja, misschien wel gewoon bij mij. Ik heb een open Instagram account en dan mag iedereen altijd een berichtje sturen. En daarin heb ik ook de link staan van de website van de uitgever, waar ook nog wat achtergrondinformatie staat. Dus ja, dat. Nou, hartstikke leuk. Ja.